Het Directoraat Belastingen vormt een cruciaal onderdeel van het ministerie van Financiën en Planning. Haar hoofdafdeling, de douanedienst en de ontvanger der invoerrechten en accijnzen zijn onder meer belast met de richtige heffing en controle van staatsinkomsten. Het is dan ook van belang dat er tussen deze diensten en het voornoemde ministerie een goede werkrelatie bestaat. In dit kader heeft minister Armand Achai-Bersin op dinsdag 13 oktober 2020 een kennismakingsbezoek gebracht aan deze fiscale werkarmen van zijn departement. Minister, wat hield het bezoek in? Nou, het was een kennismakingsbezoek met het korps van de douaniers. Een beetje te praten over de plannen van de minister van Financiën. Wat betekent dat voor de desbetreffende diensten? Ik denk dat het belangrijk is om kennis te maken met elkaar en van elkaar te weten hoe we denken over bepaalde zaken. Zodat we op één lijn proberen te komen en datgene te doen waarvoor we aangesteld zijn. Minister, er zijn geruchten vanuit de samenleving dat de douanekoers omhoog zal gaan. Wat gaat het ministerie hieraan doen? Nou, met de unificatie gaat de douanekoers inderdaad ook omhoog. Ja, dat is geen gerucht, dat is duidelijk dat dat gaat gebeuren. De indirecte belastingen vormen het grootste deel van overheidsinkomsten. Dan praten we over invoerrechten en accijnzen. En als we dat beter kunnen regelen, dan zal het zo zijn dat de inkomsten inderdaad zullen toenemen. Daar gaat het in feite om. Kijken naar de wettelijke regelingen, of daar niet aanpassingen in nodig zijn. Maar ook het proces verder streamlinen. De douane beter faciliteren in het kunnen uitvoeren van hun werkzaamheden. Dus het is een scala aan maatregelen die we moeten inzetten om het werk beter te kunnen doen volgens de wettelijke regelingen, zodat overheidsinkomsten kunnen toenemen. Ik heb gezegd in mijn speech, de overheid moet krijgen wat de overheid toekomt. Je moet continu blijven praten met de samenleving. Je moet continu uitleggen wat men mag verwachten, ook wat men niet mag verwachten. Je moet transparant zijn in je communicatie en ik onderschrijf dat direct. Ik zag direct erbij dat dat ook verbeterd kan worden. Maar we zijn mensen, waar er gewerkt wordt, worden de fouten gemaakt. Alleen als je bereid bent om die fouten te erkennen en te verbeteren, dan ben je met goede dingen bezig. En dan krijg je begrip ook van de samenleving. Dus ik onderschrijf de communicatie met de samenleving. In mijn optiek. Geven we voor te veel zaken vrijstellingen onder deze economische omstandigheden. Kijk, als je het breed hebt, dan laat je het soms ook breed hangen. Dan zijn dingen mogelijk en dan zouden we ons ook niet eens zo druk maken om de vrijstellingen die zoveel gegeven worden. We gaan dit evalueren, die opdracht is al gegeven. En we gaan daar waar nodig aanpassen, nogmaals, in alle redelijkheid en billijkheid. De vrijstellingen zijn bedoeld om het productieproces te stimuleren. En dat houden we nog steeds voor ogen. En we gaan niets doen om het productieproces tegen te werken. Integendeel, we gaan het productieproces blijven stimuleren. Maar, zoals mijn eerste evaluatie zegt, het is te breed en het wordt ook oneigenlijk gebruikt. Ik kijk naar alle instituten. Waar we het management kunnen versterken. Alle instituten, ook de douane. Kijken we naar wat we kunnen doen om de douane te helpen. Of de Belastingdienst, of het is andere instituten om te helpen. Het werk beter te kunnen doen. Een stukje upgrading te brengen. Dus als het nodig is om die ondersteuning te brengen, dan gaan we dat doen. Ik denk niet dat iemand daarop tegen kan zijn. Als we ondersteunen om het werk beter te kunnen uitvoeren. Ik ben blij dat ik hier geweest ben en dat ik de mensen heb ontmoet. En ik ga zo een babbeltje maken met de mensen om ze nader te leren kennen. Maar ik ben ontzettend blij dat ik hier sta en samen met de douane het gesprek kan aangaan.
mevrouw Wilfrid, vandaag heeft de minister van Financiën een bezoek aan jullie gebracht. Wat betekent dat voor de desbetreffende diensten dat hij dat heeft gedaan? Om u eerlijk te zeggen, wij als dienst stellen het heel op prijs. Omdat daar het eerste contact is. Daar is het eerste oor. Als je toont van dat je belangstelling hebt voor de diensten. Ter plekke gaat, ziet hoe de mensen erbij zitten. En u ook persoonlijk kunnen spreken als er zaken zijn. Dus ik denk dat het heel goed is dat hij dit heeft gedaan. Zijn er problemen waarmee het directoraat belastingen te kampen heeft? Directoraat belastingen is een directoraat op zich. Met verschillende afdelingen. En ik weet zeker dat naast mijn afdelingen ook de andere afdelingen problemen hebben. Elke dienst heeft problemen. Wij zijn verantwoordelijk voor de richtige inning en invordering van de indirecte belastingen. En invoerrecht en accijnsen zijn een onderdeel daarvan. Het zijn twee middelen die u noemt. Maar er zijn meerdere middelen die vallen onder de indirecte belastingen en wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Ik kan ervan zeggen, het heeft ons goed gedaan dat de minister op bezoek is geweest. Wij gaan zoals we het altijd meenemen in ons motto, we gaan ervoor. We zijn er voor de inning en we vertrouwen erop dat zaken die niet goed lopen, de minister zich erover gaat buigen. Dat wij op lang termijn toch wel genoegdoening hebben. En eigenlijk ben ik er gewoon van overtuigd dat we genoegdoening zullen hebben. Maar hij heeft ook de ruimte nodig om zich daarover te buigen.